Zo dadelijk, als ik mijn hand naar beneden haal, dan gaan je ogen sluiten en je mag gewoon diep ontspannen. Blijf maar kijken naar dat puntje op mijn hand en voel maar hoe dat jouw ogen vermoeid worden. De staat van hypnose dat wij gebruiken is toegankelijk voor zowel iedereen. Wij gaan op voorhand ook altijd een paar testen doen om te zien of mensen echt wel in die staat geraken. Merken wij, het lukt echt niet, wat heel zeldzaam is, dan zullen wij de sessies ook niet uitvoeren, want dan heeft het ook totaal geen nut natuurlijk. Hè. Ogen worden nu lomer en zwaarder. Voel jouw ogen lomer en zwaarder worden. De virtuele magering is heel populair. Stoppen met roken is ook wel iets dat redelijk populair is. Angsten, fobieën, het loslaten van onprettige herinneringen. Zelfvertrouwen vind ik zelf ook een hele krachtige, een hele mooie. Mensen zelfzekerder in het leven laten staan. Ja. Alles loslaten en fijn wegzakken. En dan mag je in jouw gedachten meewandelen naar een appartementsgebouw of een hotel van 10 verdiepingen. En 5, open langzaam je ogen. Dit was een inductie, noemen wij dat. Inductie met een verdieper. Om iemand in een staat van hypnose te brengen. Ja, ik vond het super. Ja, ik ben helemaal tot rust gekomen. Ze legt dat goed uit. Haar stem is heel rustgevend. En ja, ik was helemaal mee in het verhaal. Ik heb een praktijk in Balen, België dus. En ook in Tilburg, Nederland. Ja, en online kunnen we ook sessies gaan geven. Dat werkt ook heel krachtig. Veilig thuis. Ja, dank u. Tot de volgende. Hè. Yo, salutjes. Salut. Dag. Als mensen bij mij in therapie komen, dus, dan wandel ik mee op hun pad totdat ze effectief een doel hebben behaald. Ik laat mensen ook van tevoren zeggen wat hun doelen zijn. Stel 70 kilo, ik zeg maar iets, bij afslanken, dan zal ik hun blijven volgen totdat ze op die 70 kilo zitten. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja.